En nummer 4 is Blikje. Dat heb ik met Lady D en Tim gemaakt van de VSOP. Wat ik zeg, we proberen dus een album te maken met zoveel mogelijk verschillende teksten, onderwerpen en ook beats. Dus we dachten van laten we een beat proberen te maken. Alleen Clark, waar ik het over heb, die overigens bijna 70% van de productie heeft gedaan. Ik zei laten we een track maken met natuurlijke geluiden. Geen instrumenten. Terwijl ik dat zei, had hij een blikje in zijn handen. En hij zei, ja, dan doen we zoiets als dit. Gewoon een beetje lachen. En hij begint in één keer te slaan op het blikje. Tik, tik, tak, pom, weet je, hij begon met het blikje te spelen. Klonk lekker. Neem op, neem op. Voor je het weet, hebben we een track gemaakt met alleen een blikje. Een beetje kloppen op tafel. Fluiten. En het enige instrument is een gitaar. En dat is creativiteit. Ja. Dus die beat die klinkt echt heel erg lekker, vind ik. Echt, echt heel erg lekker. En dan kan je kiezen om een onderwerp over te schrijven, over wat dan ook. Je kan van alles, over een meisje kan je rappen, over hoe stoer je bent kan je rappen. Je kent de standaard onderwerpen wel. En wij hebben ervoor gekozen om te rappen over creativiteit. Zonder te vertellen over creativiteit, maar het creativiteit zijn. Dus ik ga je bijvoorbeeld de tekst zeggen. Hey yo, we roeien met de riemen die we hebben. Wil altijd wel een liedje voor je rappen. Mensen denken ook wie zijn die gekken. Die met een lege blikje zo muziek kunnen verstrekken. Creativiteit is belangrijk. De meeste mensen zijn het al lang kwijt. Maar we brengen het terug. Muzikale MacGyvers op elke klus. Derde wereldlanden leven simpel. Ze hebben daar geen speelgoedwinkels. Toch maken ze een racemobiel. Met een paar stukken hout en hun scheve wiel. En zo halen we voorbeelden van creativiteit die we tegen zijn gekomen in ons leven. En die komen dan naar voren. Een liedje over creativiteit. Ja, leuk. Volgende? Volgende is Zomervibe. Iedereen kent het liedje natuurlijk wel een beetje. Dat is een liedje geïnspireerd toen we met andere liedjes bezig waren in de studio. In de middag eventjes op het terrasje gingen zitten. Pannenkoekje eten en we keken, iedereen was vrolijk. Mensen groeten mij, hey Ali, vrolijk, weet je. Dat was een heel goed gevoel en ik dacht van fuck it man. Wij rappers rappen meestal over dingen die niet leuk zijn. Misschien is het ook wel strak om een keertje te rappen over dingen die wel leuk zijn. Het zomergevoel, iedereen kent het zomergevoel. De zon schijnt, je voelt je fris, je gaat de stad in, weet je, je voelt je goed. Dat gevoel hebben we geprobeerd te beschrijven in Zomervibe. Okay. Till Morning met Ziggy. Zoals ik al zeg, de verschillende liedjes, ook verschil in muziek. En dit is dan het liedje wat dan neigt naar reggae. Hoe ik hierbij opgekomen ben, is dat ik zat met Ziggy bij een radiostation. 3 voor 12 XL. En een van de radio-dj's zegt tegen ons van, in een heel gezellig interview, het is hier zo gezellig jongens, wordt het niet eens tijd voor jullie om iets samen te doen? Ik zeg, nou, tuurlijk. Ik kijk Ziggy aan. Ik zeg, ik ga me je nummer, bel ik je. Een week later bel ik Ziggy op. We gaan de studio in. We hebben binnen 1 dag dit liedje gemaakt. Omdat de sfeer zo goed was. Hij begint te spelen met zijn gitaar. Alleen Clark drukt op de beat. Ik verzin een hoekje. Beginnen met tekst schrijven. En voor je het weet is het de single die mijn album moet gaan dragen. De eerste single. Reggae vind ik lekker, maar ik vind van alle muziekgenres vind ik bepaalde liedjes lekker en bepaalde liedjes niet. Sommige dancehall liedjes vind ik heel lekker, van Sean Paul. Ja. Maar sommige paniekerige dancehall liedjes kan ik helemaal niet hebben, weet je. Die met alarmcentrales en weet ik veel wat voor geluid die je allemaal hoort en paniekerige Cubanen. En, weet je, dat kan ik weer niet hebben.